En dat, ik eindig mijn betoog kort hier, want we kunnen daar natuurlijk nog oneindig lang op doorgaan en meer voorbeelden geven. Maar dat zie je in de mystiek. Wij hebben de neiging, zeker sinds William James, sinds zijn boek over de religieuze ervaringen uit het begin van de 20e eeuw, wij hebben de neiging te denken dat religie teruggaat op de ervaring van de mystieke eenheid met het goddelijke. De vraag is of dat klopt. De vraag is of die ervaring met de eenheid wel aan de basis ligt van de mystiek. Als je veel mystiek leest, dan kom je daar wel beschrijvingen tegen van de Unio Mystica, dat wel. Maar 90% van de oeuvres, en het zijn vaak grote oeuvres die tot in het oneindige uitgesponnen zijn, betreffen een worsteling met die ervaring. Men heeft die ervaring wel, maar mystieken zeggen het gaat niet om die ervaring, het gaat om God zelf en mijn worsteling met God. Het is meer een strijd van de mens met zichzelf, een strijd van de mens die niet geraakt aan datgene waar hij zou moeten geraken. En ik citeer hier een bekende mystica, eventjes voor de tijd van de schilder die we net gezien hebben. In het midden van de 16e eeuw, Teresa van Avila. En ik citeer een gedicht, Aspirationes de la Vida Eterna. We gaan het eens lezen kort en dan besluit ik hier mijn betoog mee, maar ik lees het, dat het ook zo mooi Spaans is, eventjes in het Spaans. Ik vertaal de titel eens. Het zijn de aspiraties voor het eeuwig leven. En mijn punt is hier een beetje, het gaat niet om het omhelzen van het eeuwig leven, het gaat om staande op de grens met het eeuwig leven, het in zekere zin wegbranden in die aspiratie zelf. Ik lees dus de tekst. Vivo, sin vivir en mi. Y tan alta vida espero, que muero, porque no muero. Vivo ya fuera de mi, después que muero de amor. Porque vivo en el Señor, que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en él esto litrero, que muero, porque no muero. Ik leef zonder te leven in mij. En ik verwacht a life so high, sorry voor de Engelse vertaling. En ik sterf eigenlijk van niet te sterven. Ik sterf omdat ik niet sterf. Ik rond af door dat korte becommentariëren. Waarover gaat het hier? Theresia staat op de grens tussen het eindige en het oneindige. Zij is mystica. Maar waarin bestaat haar mystiek? Haar mystiek bestaat er niet in het oneindige te omhelzen. Haar mystiek bestaat erin te branden van het feit dat ze niet in het oneindige opgenomen wordt. Ze brandt van niet weg te branden in het oneindige. Ze sterft omdat ze niet sterft in het oneindige. En dit is de ervaring van de mysticus eigenlijk, die rustig mee kan genomen worden naar de moderne tijd. Als wij vanuit de moderne tijd die mysticus lezen, dan moet precies omdat we modern zijn, de nadruk niet liggen op de eenheid van de Unio Mystica, maar op het branden net voor de Unio Mystica. Op het branden van onze onmogelijkheid om te verdwijnen in het goddelijke. Muero porque no muero.